Chalarmeizen. Allee, er zijn nog bussen voor iedereen, hè, Chalarmeizen. Van harte welkom, hè. Deze zit wel Walhalla van de Chalarmeizen. Morgen is het voor de gewone man in de straat, ja. Maar vandaag al voor jullie. Oh, we kunnen ze nu kopen. U kan ze proeven, u kan ze kopen, u kan ze doorverkopen, eendert wat u wilt. Is dat door de voedselkeuring goedgekeurd? Is absoluut, dat is door de voedselkeuring, door de federale regering. Iedereen is laaiend enthousiast over die saus. Moet het toch eerst proeven voordat we kopen, of niet? Ah, ja, tuurlijk, ja. U mag proeven. Ik wil het eerst in een veilige omgeving eens proberen, mag dat? Oké, dat mag zeker. Ja, ik wil wel een potje kopen, ja. Ik heb, voilà. Wat in een veilige omgeving proberen. Ja, ik durf er niet op reageren, meneer Peumans, want het is uw vriend. Maar er zit niet veel smaak aan. Oh, pas op, proef maar eens. Er zit niet veel smaak in. Je moet niet altijd uw partijprogramma vergelijken met onze saus, hè. Dat is een saus, hè. Beetje curry, beetje tomaat. Ja, koers. Smaakt goed af, hè. Mmm, is goed. Ik vind het wel heel lekker. Ah, echt fijn. Met plezier. Nou, nu is ze vertrokken. No? Dus voilà, wat denkt u? Dat zal zeker steunen. Hè? Dat is heel goed. Een potje kost 5 euro. En dan is er wel de vraag van, ja, in welke mate, hoe groot is uw hart? Hè? Dat één potje zeker. Hè? Ik zal een fles kopen, met plezier. Ja, één fles is 5 euro, waar ze bij te gek waarschijnlijk al heel blij mee kunnen zijn. Daar kunnen ze iets aftrekken van de kosten. Koop er misschien 2. Hè? Als u er 6 koopt, dan is 35 euro. Dus dat is... Dat doen we. Jij kunt ook goed rekenen, ja. Maar ja, ik doe mijn best. Het is voor te gek, hè. Dat die mannen zouden een dag naar Walibi gaan, en dan is 5 euro natuurlijk niet zoveel. Oké, dat is waar. Hoeveel kost een inkomen? 27 euro is Walibi tegenwoordig. Kijk, je krijgt 20 euro van mij, is het goed? Ja, en er zijn ook een aantal promoties, hè. Dat zeg ik tegen iedereen. Als je 4 stuks koopt, kijk. Nee, maar als u er 5 koopt, krijgt u wel een extra cadeautje van mij. Ja. Serieus? Ja. Ah, direct 10. Maar daar... Nee, kom je. Nee, daar krijgt u een zak frieten bij. We hebben daar ook een handige draagtas voor, als u wilt. Ook nog? Ja, maar dat is natuurlijk iets duurder, hè. Hier, een draagtas. Ja, nu voel ik me nog half gerold natuurlijk. Hè. Dat zou je in een auto zetten en je bent mee vertrokken, hè. Oké, okay, Safa, hoeveel wilt u er dan kopen? 5, dat is goed, hè. 5. Is dat niet goed? Ja, dat is een begin, hè. Voilà. Ja. Wij kunnen vanaf januari kunnen wij grote getallen leveren voor alle scholen van Vlaanderen als je wilt. Maar ik denk dat je daarmee kunt scoren bij een partij. Als je zo een keer gaat eten met een bouwpromotor of zo, op bordje bijdoen. Als je dat binnen de partij aan iedereen uitdeelt, dan ben je volgende keer terug voorzitter. Hè? Dat soort campagne ga ik toch niet voor zijn. Maar de vorige campagne heeft anders ook niet gemarcheerd. Heeft ook niet geholpen. Nee. Zet het gerust op uw bureau in de plenaire zitting. Hè. Dat gaat goed marcheren. Mensen gaan zien dat u het goede doel steunt. Veel succes nog met uw commissie. Ja. Maar alleszins bedankt. Geniet ervan. Ja, graag gedaan. Ja, smakelijk, hè. Tot snel. Hè. En niet gaan ze je pot op tijdens de zitting. Hè.